Hallo en welkom bij een video van Lotte Stamping Fun. Mijn naam is Lotte Noordzij en ik ben onafhankelijke stamp-up demonstrator in de prachtige stad Rotterdam. Ik werk heel veel samen met Melinda en zij is in Hillegom gevestigd. Je kunt bijdragen van onze projecten vinden op Instagram, Facebook en YouTube. Natuurlijk hebben we ook een website en we hebben een webshop bij Stampin' Up. Dus alle producten die ik vandaag in deze video laat zien, die zijn bij ons verkrijgbaar. Kun je doen door middel van een e-mail te sturen of je kunt het in onze webshop bestellen. Vandaag doen we mee aan een videohop van de Feel Good Stamping. En dat betekent zoveel dat een aantal Nederlandse demo's zitten in het designteam. En elke maand inspireren ze je, wat een moeilijk woord, om een bepaald thema. En dit keer is het thema inkcolors. En dat kunnen de inkcolors van 2022 tot 2024 zijn, of de nieuwe inkcolors die van 2023 tot 2025 lopen. Voorwaarde was dat er minimaal één inkcolor een hoofdrol moest spelen. Ik heb bedacht, ik ga ze gewoon alle vijf pakken. Dus ik heb alle vijf de nieuwe inkcolors gepakt van 2023 tot 2025. Ik moet nog een beetje wennen aan de namen, want ze zijn natuurlijk pas. Copperclay, Boho Blue, Wild Wheat, Moody Mauve en Pebbled Path. Dat zijn de vijf nieuwe kleuren. Ze lijken erg, vind ik, op metaalkleuren. Dit vind ik koper, nikkel, goud, rozengoud en zilver. Maar goed, daar moet je misschien iets meer fantasie voor hebben, ik weet het niet. Ik ga deze vijf kleuren gebruiken op die kaart die ik gemaakt heb. En jullie zijn natuurlijk nieuwsgierig wat dat geworden is. Nou, dat is deze. Ik heb daar een aantal nieuwe producten op gebruikt. En ik ga een paar trucjes laten zien met de producten die ik heb gebruikt. De eerste die ik heb gebruikt is de stempelset. Cheerful Daisies. Je ziet al hier die bloemen achterin. Die komen uit deze stempelset. Deze stempelset heeft ook een bijpassende standset waar dit schattige labeltje uitkomt. Verder heb ik gebruikt de Countryside Corners stempelset. En als je goed kijkt zie je dus die stippeltjes terugkomen. En verder de tekst voorop het labeltje en binnenin de kaart komt uit de nieuwe Nederlandse set feestballonnen. Dus dat is wat ik aan producten heb gebruikt voor deze set. Maar natuurlijk heb ik ook Maar natuurlijk heb ik ook een aantal stansen gebruikt. En je ziet dat ik gebruikt heb de Countryside Corners. Die hoort dus bij de Countryside Corners stempel. En ik heb gebruikt dat schattige labeltje uit de Cheerful Daisies. En je ziet dus dat een aantal van de bloemen ook heel goed uit te stansen zijn met deze set. Dat zijn de stansen die ik heb gebruikt. Daarnaast zit er nog wat lint op. En dat heet het Wild Wheat lint met textuur. Dat is deze. Het is heel mooi lint. Het is er dus in alle vijf de nieuwe kleuren. En je kunt er echt prachtige strikjes van meemaken. Het strikt namelijk heel lekker. Het is echt heel mooi, goed strikbaar lint. En als laatste heb ik gebruikt in op mijn kaart, dat zijn deze. Dat zijn glimmertjes en die glimmertjes heten de Adhesive Backed Solid Gems. En je ziet dat de geel die ik gebruikt heb absoluut geen inkcolor is, maar je kunt dat prima met elkaar combineren. Er zitten drie verschillende kleuren in, de Lemon Lolly, de Boho Blue en de Copper Clay. Nou, dat is alles wat ik nodig heb voor mijn kaart. En laten we dan maar beginnen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een wat... ik kan niet zo'n heel groot blok vasthouden. De stempel die we gaan gebruiken is de Countryside Corners stempel. En daarvoor ga ik dus die stippelomlijning maken.
In principe heb je daar blok nummer H voor nodig. Dat is een heel groot blok en dat kan ik niet goed vasthouden. Dus ik gebruik mijn stempelhulp. En ik weet dat heel veel van jullie ongetwijfeld ook een stempelhulp in huis hebben. Dus ik ga gewoon laten zien hoe ik hem heb gemaakt. De stempelhulp die ik gebruik is niet meer verkrijgbaar bij Stampin' Up. Oké. Goed, ik pak mijn stempelhulp er dus bij. Ik heb mijn stempel erop gezet. Het is één hele grote stempel, zoals je kunt zien. En om er nou voor te zorgen dat ik hem zo meteen goed in het midden van mijn kaart krijg, moet ik natuurlijk voor zorgen dat ik het allemaal een beetje netjes oplijm. Even mijn magneet pakken die vast zit, zo. Dus het eerste wat ik ga doen, is ik ga ervoor zorgen dat ik mijn stempel eerst op een stukje window sheet zet. Wat handig is, is om onder de stempelhulp een blok te zetten. Want dan kun je wat makkelijker inkten. Het gaat nu niet zo per om de totale afbeelding die op het window sheet komt staan. Als ik die randjes maar heb. Want daar gaat het om, die laatste randjes. Nou, die staan er allemaal keurig op. En nou weet ik dus dat dit de positie is van mijn stempel. Dan pak ik een basiskaart erbij. Die heb ik gemaakt van Basic White Thick. En die meet 21 centimeter bij 14,5 centimeter. En die heb ik gereeld op 10,5 centimeter. Nou, op dit stuk wil ik dus die grote stempel hebben. Nou, wat ik doe, is ik doe mijn ding omhoog. Mijn window sheet omhoog. En ik ga proberen hem zo goed mogelijk in het midden te leggen van mijn kaart. En dan kun je dus door dat window sheet zien waar je stempel gaat komen straks. Nou, dan hou ik hem even goed vast aan de onderkant. Ik denk dat die zo goed ligt. Dan haal ik mijn window sheet weg. En neem ik mijn magneetje, leg ik de kaart goed vast. En ik zorg ervoor eigenlijk dat hij hoopt dat hij niet in de buurt ligt van mijn kaart zelf. En nu ga ik dus de stempel beinkten. En nu moet ik natuurlijk wel een goede afdruk krijgen. En ik stempel de stempel in zijn geheel op... hij is toch niet verschoven? Even kijken hoor. Nee, hij is niet verschoven. De stempel in zijn geheel op de kaart krijg. Zo, dan moet ik hem natuurlijk goed aanduwen. Zo. En dan haal ik hem even omhoog. Dan zie je dat er een aantal plekjes nog niet goed bestempeld zijn. Dus ik beïnkt hem nog een keer. En klap hem nog een keertje dicht. En als het goed is... Oh, nog niet helemaal. Dat is het fijne van zo'n stempelhulp. Je kunt maar blijven stempelen als je ziet dat hij er nog niet is. Een heel klein stukje daar, wat nog niet helemaal oké is. Nou, dan zetten we daar nog de verkeerde kant. Zetten we aan die kant nog een klein beetje van die inkt. En dan hoop ik dat het laatste stukje van dat streepje er ook op staat. Nou, dan heb ik alles gedaan. Dan haal ik mijn magneet weg. Haal ik mijn kaarten uit. Klap ik mijn stempelhulp dicht. En die leg ik aan de kant. Die heb ik nu niet meer nodig. En ik doe mijn inktpad even dicht. Zodat ik er niet in ga liggen straks met mijn hand. Magneet uit de weg. Zo. En dan heb ik hier mijn kaart met dat hele grote label erop. Maar je ziet dat ik alleen maar die rand heb gebruikt op mijn kaart. Dus wat ik nu doe, is ik ga mijn kutten en bos erbij pakken. Zo. En de platen. En uit de stansset pak ik nu de stans die om... even kijken hoor, een beetje zo in het midden. En nou pak ik de stans die dus om mijn tweede, of zeg maar binnen mijn eerste rand blijft. Zo, en dan pak ik even wat washi tape erbij om hem vast te plakken, zodat hij niet gaat schuiven op het moment dat ik zo meteen ga stansen. En een tip is, als je dit doet, washi tape kan soms natuurlijk wat... harder plakken dan dat je wil. En als je het dan afhaalt, dan beschadig je je kaart. Dus wat verstandig is, is of, wat we straks ook gaan doen, je washi tape even op je
kleding. Ik weet niet of je dat kan zien, maar dat er zo wat vezels komen, dan wordt hij minder plakkig. Nee, je kan het net niet zien. En wat je doet, is dat je hem aan de binnenkant vastzet. Dus niet op de kant waar die straks zichtbaar is. Nou, even zo. Dus je doet het dus zo op je kleding. En dan haal je hem eraf. Dan zitten er dus wat vezeltjes van je blouse in dit geval op. Je kan het ook op je broek doen. En dan plakt hij dus iets minder hard. Het volgende wat je gaat doen is, je gaat ervoor zorgen dat hij een heel klein beetje scheef ligt. Dat is wat lastiger als je natuurlijk een hele kaart gebruikt. Maar het is fijn als de wals hem ergens op een klein stukje oppikt, zodat hij niet kedang gaat doen over deze rechten. Dus je legt hem, probeert hem gewoon een klein beetje scheef te leggen. Zo scheef als het kan. Dan leg je je tweede plaat erop. Zo. En dan draai je door. En omdat hij natuurlijk nu een klein beetje uitsteekt, mijn kaart, moet je wel voorzichtig zijn dat hij niet beschadigt. Als hij te veel uitsteekt, kan het zijn dat je hem beschadigt. En dat is natuurlijk zonde. Nou, deze even aan de kant. Zo. En als het goed is en hij is niet verschoven, heb ik dus nu een hele mooie rand om mijn kaart heen. Deze die kan ik voorzichtig loshalen. Voorzichtigheid is nog steeds geboden, ook al heb je dat washi-tape minder plakbaar gemaakt, zeg maar. Je moet het toch voorzichtig doen. Zo, oeps. Wat zei ik? Je moet het toch voorzichtig doen. En dan heb je deze over. Die kun je natuurlijk al die randjes uitstansen als je dat zou willen. Of er een label van maken. Nou, laat je fantasie de vrije loop gaan met wat je daarmee kunt doen. Nou heb ik dus mijn buitenkant van mijn kaart heb ik klaar. Zo, voorzichtig dubbelvouwen nu. Even aanduwen met mijn vouwbeen. En heb ik dus een kaart die zo open gaat. Ik stempel maar meteen even de tekst aan de binnenzijde. En daar heb ik de tekst hartelijk gefeliciteerd staan. Zoals je hier kunt zien. Het is handig omdat het fotopolymeerstempeltjes zijn. Om een matje eronder te gebruiken. Zodat hij mooi wordt afgedrukt. En dan doen we maar meteen zo meteen ook de bloem aan de binnenkant. Hartelijk gefeliciteerd. Dan kun je lekker doorheen kijken. Dus je kunt hem eyeballen om recht te zetten, zeg maar. En dan pak ik nog even wat bloemstempeltjes erbij. Die staan al op blokken. Zo. En ik pak een stukje plat. Hier, zodat ik niet op mijn matje stempel. Zo. Dan heb ik hier ook nog een leuk blaadje wat ik zo op kan zetten. Zo. En nu doe ik even de liggende of de hangende bloem, de zielige bloem noem ik hem. Zo. En daar het hartje in. Zo, nou, dan hebben we de binnenkant van de kaart is. Oh, misschien moeten we aan die kant nog een extra blaadje geven. Dat is misschien wel grappig. Zo. En dan is nu de binnenkant van de kaart is klaar. Dan gaan we verder met de voorkant van de kaart. En zoals je ziet heb ik er een laag ingeplakt. En die laag, dat is gewoon een normale whisper. Basic white. Dus niet de dikke, maar de normale, gewone. En die meet 14 centimeter bij 10 centimeter. Nou, nu ga ik die vlakken maken. Ik vond het persoonlijk leuk om in het midden een wat smaller vlak te maken. Aan de zijkanten een wat breder vlak. En aan de bovenkanten alleen maar een heel klein stukje nog te laten zien. Nou, je neemt washi tape of in dit geval schilderstape. Maar ook hiervoor geldt, zorg ervoor dat je dat schilderstape minder plakbaar maakt. Want je kunt het gewoon, als het zit en het zit zodanig dat je het
niet meer goed af kan halen, is zonde van je mooie werk. Dus ook deze, doe die even op je broek of op je shirt. Ik doe het op mijn broek. Dat ga ik even met alle stukjes doen die ik zo meteen nodig heb. Dan heb ik dat vast gedaan. Dus dat spoel ik even door. Nou, en als je dat dan gedaan hebt, dan ga je meten waar je je blok wil hebben. Nou, als ik kijk hier even onder en ik wil hem in het midden leggen, dan heb ik aan weerszijde 6 centimeter en heb ik aan weerszijde 7 centimeter. Ik vond het leuk om aan de binnenzijde een vlak te maken van ongeveer 3 centimeter. Dus ik plak mijn eerste op. Even kijken hoor. Waar was het? 1,5 centimeter. Daar. En dan kun je heel fijn dat grippapier voor gebruiken. Dus 3 hokjes vanuit het midden. 1, 2, 3 hokjes vanuit het midden. Gebruik ik. Ga ik mijn eerste opzetten. Zo. Dat is 1. En dan ga ik even kijken. Vanuit de onderkant 1, 2, 3, 4, 5 hokjes nemen. En als het goed is, hou ik dan 6 hokjes aan de binnenkant over. 5 hokjes. En 1, 2, 3, 4, 5 hokjes aan de binnenkant. Zo. Nou heb ik de 2 stukken over. Die in het midden zitten. Dus dan zou dit de blauwe zijde worden. En dit zou de gele zijde worden. Volgens mij heb ik het ietsje meer gedaan dan dat ik in eerste instantie had bedacht. Maar goed, dat maakt niet uit. Want je kunt het dus in alle kleuren doen. En in alle breedtes, sorry. Je kunt het in alle breedtes doen. Ik ga deze geel maken en deze wordt blauw. Oftewel Wild Wheat en Boho Blue. Ik haal hem er even af. En ik ga hem op een stukje plat leggen. Zodat ik lekker mijn gang kan gaan met mijn blendingborstels. Ik pak daarvoor de mini blendingborstels. Die zijn echt heel handig. En ook fijn als je maar kleine stukjes hoeft te blenden. Dan neemt hij ook niet zo heel veel inkt op. Dus op zich zijn ze ook nog efficiënt ook. Dus aan de buitenkant ga ik beginnen. En dan ga ik heel voorzichtig het vak inkleuren. En ik ga linksom en rechtsom. Als ik denk dat ik nog wat extra kleur kan hebben, dan neem ik nog een klein beetje inkt op. Linksom en rechtsom draaiend. En eerst vanaf de buitenkant beginnend. En dan ga ik weer op dat stukje waar ik... Je hoeft niet hard te duwen. Gewoon rustig de inktwerk laten doen. Dat is de Wild Wheat. Die leg ik apart. Zoals je ziet heb ik mijn blending brushes heb ik gemerkt. Dit is mijn gele. En die gebruik ik dus voor alle geeltinten. Dan hoef je niet voor alle kleuren een blending brush te hebben. Maar je kunt ze daarna gewoon heel goed schoon wrijven. En dan kun je prima een andere blauw tint of zo. Of een geel tint ervoor gebruiken. Ik neem nu de blauw. En die zet ik hier. En precies hetzelfde. Dus ik ga eerst even buiten proberen die grote blok kwijt te raken. En dan ga ik naar binnen. En elke keer wanneer je dit doet, heb je dus een andere, krijg je een andere tint. Dus dat is wel leuk. Nou, heen en weer. Even een klein beetje extra. Even vanaf deze kant erop. En gewoon linksom en rechtsom. Dan haal je van alle haartjes de inkt af. Nou, als je dit hebt gedaan, dan heb je dus de ruimte om de andere twee te gaan doen. Je gaat heel voorzichtig je tape weghalen en dan plak je de tape op het randje wat je net hebt geblend. Ietsje pietsje ernaast, dus echt een millimeter of zo ernaast. Zodat hij in principe straks wanneer je gaat blenden heel goed bedekt is. En je geen wit randje ertussen krijgt. Als dat wel het geval is, als je wel een wit randje ertussen krijgt. Misschien heb ik er straks een om te laten zien. Blijf er dan af. Ga niet meer, ga er niks meer aan doen. Het is handgemaakt. En als je er alleen maar overheen gaat.
met een andere of een keer nog overheen gaat, dan wordt het er niet mooier van. Dus dan kun je beter gewoon dat kleine witte randje laten zitten, wat je dan eventueel zichtbaar hebt. En dat is helemaal niet erg, want dan zien ze ook, het is handgemaakt en dus niet perfect. Nou, je ziet dat ik ze dus nu heel voorzichtig allemaal aan het plakken ben. Heel klein stukje eraf, opzij zo. Nou, dat is het dan. En dan gaan we de zijkantjes nu blenden. Nou, dat gaat op dezelfde wijze, dus dat spoel ik door. In het midden ga ik de Moody Mauve zetten. Bovenin de Copper Clay en onderin de Pebbled Path. Nou, en dan zie je dat ik klaar ben met het blenden en nu heel voorzichtig dus het tape weghaal. En ik dan in principe 5 geblende vlakken heb op mijn kaart. Nou, dat is dan deze. Die even aan de kant. En dan wordt het zaak om te gaan stempelen. Nou, het is natuurlijk handig als je even kijkt hoe ongeveer dit er straks achter komt en waar je dus kunt stempelen. Ik adviseer om met de grote Daisy te beginnen. Dat is eigenlijk de plaatsbepaler. En ik stempel alles in de kleur Pebbled Path. En ik leg er natuurlijk ook mijn matje onder, zodat hij lekker meeveert. Even een klein beetje hoe die straks komt te zitten. Het gaat eigenlijk alleen maar even om de goede plaatsbepaling van je grote bloem. Nou, die doe je een beetje zo bovenin. Zo, en dan kun je dus gaan werken opbouwen met de rest. En dan doe je daar die onder. Dan kun je daar een, even kijken hoe past die het beste. Een kleine, je moet hem natuurlijk wel zichtbaar hebben. Zo, dicht bij die grote bloem kun je daar ook nog een, als je dat wilt, een steeltje onder zetten. En zo. Heel veel van die steeltjes vallen natuurlijk zometeen weg achter, achter de witte omlijning. Nou, leuk blaadje erop. Zo. Kan ik hier ook nog eventueel doen. Zo. En dan nog die hele verdrietige bloem. Zo noem ik hem maar. En die probeer ik een beetje hier hoog te houden. Dan valt er wel wat weg straks achter de zijkant, maar dat maakt niet zo heel erg uit. En ook daar geef ik, die geef ik nog een, even kijken hoor, of dat lukt, een steeltje mee. Ja. En misschien ook nog een blaadje. Zo. En dan gaan we de hartjes erin zetten. De kleine hartjes die passen op dat kleine Margrietje of Madeliefje. En die verdrietige. En die grote die past mooi in die grote. Zo. Kijk, hoe leuk is dat? Nou, we dat gedaan hebben, zijn we al bijna. We pakken eerst de kaart. En wat ik heb gedaan is, ik heb hier op de hoeken een grote dimensional gezet. En die zet ik hier. En alle drie de hoeken, oh, ik zie hem nu liggen. Ik denk, waar is die? En dan teken je op ik, altijd veel handiger om te gebruiken. En die zet ik dus in die drie precies tegen de rand aan. Zo, dat het straks goed vast zit. Dan neem ik mijn kaart. Dan neem ik de voorkant van mijn kaart. En neem ik kleine dimensionaltjes. En die zet ik rondom, maar wel tegen de rand.
Dus zo dicht mogelijk tegen de rand aan van dat stukje cardstock wat ik net heb geblend. Zo dicht mogelijk tegen de rand. Want die wil je natuurlijk niet laten eruit laten piepen aan de onderkant. Je doet ze dus op de voorkant, hè? Niet op de achterkant. Want anders plakt het niet plakt het verkeerd. Dat ging bij mij goed die eerste keer. Wat niet goed ging, ga ik je zo meteen vertellen. Nou is het natuurlijk ook zaak dat je hem dusdanig plakt dat wanneer je de kaart open doet, dat je de voorkant ook ziet, hè? Zo. Dus dat je dit wel ziet. En hem dus niet, zoals ik de eerste keer had, andersom erin legt. Dat is niet handig. Oké, okay, dus leg hem gewoon erin zoals het zou moeten. Je haalt je schutblaadjes eraf. Deze techniek zou je, ik denk dat je die kunt scharen onder de color blocking techniek. Het is een leuke techniek om veel mooie kleuren te laten zien. Nou, dan pak je hem op. Hij ligt dus nu goed. En dan plak je hem met een inie mini randje rondom op de kaart. Zo. Nou, en dan is dat klaar. Nou, die is een beetje de achterweg gevallen. Maar goed, kan niet altijd perfect zijn. Hè? Nu heb ik nog het labeltje. Dat heb ik van tevoren al even uitgestand. En dat labeltje komt dus uit de Cheerful Daisies. Stans set. En hier heb ik dat labeltje. En daar past precies die leuke tekst op. Het is tijd voor een feestje. Dus die ga ik gebruiken. En die stempel ik dan ook weer in het Pebbled Path. Dus die grijze tint. En het is fijn, je kunt er doorheen kijken door die fotopolymeerstempels. Dus je kunt hem heel goed plaatsen op je labeltje. Zo. Het is tijd voor een feestje. Nou, en dan komt het lastigste altijd, wat ik altijd vind. Waar ga je dat dan plaatsen? Nou, ja, ze zitten bijna allemaal hier. Kan ook nog wel. Oké, ook hierbij is handig om even te kijken waar ga je hem plaatsen. En alleen dat er een dimensional door doet onder het stuk wat dus in de kaart valt. Dus in dit geval is dat hier bij mij. Dus daar doe ik een grote dimensional. Aan de andere kant doe ik gewoon een klein beetje lijm. Daar doe ik gewoon een klein beetje lijm. Hier. Zo. En dan leg ik die daar op de plek waar ik het leuk vind. En dat is hier, denk ik. Zo. En dan heb je zo je etiketje erop. Het laatste wat we nu nog doen is het strikje. En de bling. Ik heb geen strikje gemaakt, maar een knoopje. Nou, een knoopje is natuurlijk heel eenvoudig. Zo. En die trek je aan. Netjes aantrekken. En dan neem je een schaartje. Ik heb daar speciaal altijd een lintschaartje voor. Daar heb ik een lintje aan zitten. Zo. Dat ik die in ieder geval niet gebruik om papier te knippen, maar alleen maar stof. Zodat die in principe mooi scherp blijft. Nou, en daar doe ik dan een mini gloedotje onder. Dus ik zoek even het eerstvolgende gloedotje op. Dat is hier. Daar leg ik dan dat knoopje op met het knoopje naar beneden. En zo, duw het goed aan. Dan pak ik het in één keer op. Dus het gloedotje zit nu op mijn lintje. En zet ik hem in dat holletje. Dus op de kaart, maar in dat holletje. Kijk, hoe leuk. Hoppa. Het laatste is nog wat van die leuke blingetjes die ik had laten zien. En dat zijn dus de, nog even opnoemen, de Adhesive Backed Solid Gems met die drie kleuren. En ik vond het leuk om die frisse geel erbij te gebruiken. Maar je kunt natuurlijk ook die koperklei, dus misschien dat we die er nu eens even bij doen.
die koppen klei erbij te zetten. En daar één. En dan een kleintje daar. Zo. Kijk. En dan door de... door de bling heb je dus een iets andere kaart weer. Het enige wat het nog moet, is de envelop. Die moet je natuurlijk niet vergeten. Nooit een kale envelop versturen. En daar gaan we ook nog even met dat grijs, met die Pebble Path, een bloemetje opzetten. En daarvoor pak ik nu die leuke kleine Madelief of Margrietje. Ik zet daar een stil onder. En dan doe ik er ook nog een blaadje, nog wat blaadjes aan. Hier één. En daar één. Nou. En dan is die helemaal klaar. En nou, zoals ik zei, hij is nooit hetzelfde. Want je color blocking of je, het blenden van je kleur zal altijd anders zijn dan dat je in eerste instantie had bedacht. Ik heb er nog een andere hier. Dus je ziet al dat de kleuren lichter, donkerder, het smaller en iets minder smal is. Hier kun je heel goed zien dat er ik wat wit randjes ertussen heb zitten. Jammer, maar ga er dus niks aan doen. Want het is zonde als je dat gaat proberen te maskeren en... het wordt er niet mooier op. Dus hou het gewoon zo. Nou, dit is mijn kaart voor de Feel Good Stampin' Video Hop. En wanneer je hieronder in de omschrijvingendoos box kijkt, dan zie je daar een heel rijtje met namen staan. En dan kun je gewoon op die naam klikken. En dan kom je bij de volgende Nederlandse Stampin' Up Demonstrator. En zij laat je ook een project zien met minimaal één nieuwe incolor. Nou, ik wens je een hele fijne dag. En als je een keer deze techniek doet, maak er dan een foto van en zet hem een keer op mijn blog dan, of op mijn website. Dan kan ik kijken wat het geworden is. Superleuk en wie weet, tot de volgende keer. Dag!